Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Dag, lieve luisteraars. In de vorige aflevering van de podcast vertelde ik het verhaal van Eddie James Sonhouse Jr. Dat was de bluesartiest die halverwege de jaren 20 het geloof de rug toekeerde om zich toe te leggen op de slidegitaar en de Delta Blues. Sonhouse ontmoette Charlie Patton en samen met hem trok hij naar de studio's van Paramount Records waar hij zijn legendarische opnames maakte. Maar door de economische crisis van de jaren 30 verkochten die plaatjes niet goed. En Sonhouse die ging opnieuw aan het werk als landbouwer. Er volgden nog twee opnames met Alan Lomax in 1941 en 1942. Maar die opnames die verdwenen onder het stof in de archieven van de Library of Congress en Sonhouse verdween in de obscuriteit. Maar mijn verhaal over het leven van Sonhouse was nog niet ten einde. Want in de jaren 60 kreeg de witte jeugd interesse in folkmuziek en daarmee werd ook de blues herontdekt. En ook Sonhouse zou daarmee de vruchten van plukken. Voilà, en zo zijn we weer helemaal voorbereid op het tweede deel van het verhaal over Eddie James Sonhouse Jr., the father of the Delta Blues. You know your mother will talk about you. Your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live. They'll talk about you still. Yes, but bear who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Na de opnames met Alan Lomax trok Sonhouse voorgoed weg uit de Mississippi-regio, op zoek naar minder harde levensomstandigheden. In de slipstream van de grote migratie trok hij zelfs tot helemaal in het noorden van de Verenigde Staten, naar Rochester, nabij New York. En Sonhouse kluste erop los. Hij werkte een tijdje in een gieterij, hij was arbeider in een fabriek die metalen platen voor bommenwerpers vervaardigde en hij werkte bij de spoorwegen, bij de Pullman Company. Weet je nog, dat is het bedrijf dat treinwagons bouwde. Bessie Smit had er eentje van gekocht in haar gloriedagen. Later zou Sonhouse ook nog heel wat andere klusjes doen. Hij werkte in een restaurant als afwasser of barbecueman. Je kan het zelfs niet schatten, hij scheerde ooit dieren die moesten geopereerd worden. Maar het werk was niet de enige reden waarom Sonhouse verhuisde. Er was nog een tweede reden. Jawel, de vrouwen. Sonhouse had een nieuwe vlam en zijn vrouw had hem betrapt en de twee madammen gingen op de vuist met elkaar en Sonhouse vluchtte weg, samen met zijn nieuwe vriendin, helemaal dus tot in Rochester. 41 jaar jong was hij toen hij naar het noorden trok en de buurt waar hij terecht kwam was heel arm. Een beetje een ghetto in wording met oude vervallen huizen, maar alles was beter dan te leven als sharecropper. En ik vertelde het al, Sonhouse zou zijn vrouw, Evie Goff, uiteindelijk toch trouw blijven. Eens de vlam van de nieuwe liefde was gedoofd, liet hij zijn wettelijke echtgenote overkomen. En nog wat later overtuigde hij zijn oude makker Willie Brown om ook naar Rochester te verhuizen. House betaalde zelfs zijn overtocht en hij zorgde dat Willie Brown werk had. En natuurlijk speelden ze samen ook muziek in Rochester. En natuurlijk kwam daar ook weer drank bij te pas. En alweer een nieuwe vrouw, een liefje van Willie Brown deze keer, Rosetta. Maar die relatie duurde niet echt lang. Willie stuurde zijn Rosetta terug naar de Mississippi Delta en dan kreeg hij zelf heimwee of misschien wroeging of liefdesverdriet. Alleszins, hij ging haar weer achterna. En het werd zijn laatste reis. Willie Brown was al eens geopereerd aan maagzweren en helaas kon hij nog steeds geen nee zeggen tegen de drank. Hij stierf in 1953. Voor Sonhouse was de dood van zijn trouwe muziekmakker en drinkenboer een grote schok. Op zijn begrafenis zei Sonhouse, we were closer than brothers. En nu werd Sonhouse heel bang.
Jawel, hij gaf er de brui aan, echt waar, als bluesmuzikant, want hij wou het heilige niet meer provoceren. Nu ja, de blues was in de jaren 50 ook wel wat van karakter veranderd. Minder rauw, meer verfijnd. De Delta blues was niet meer in trek. Nu was het jump blues van Louis Jordan en de gesofisticeerde muziek van T-Bone Walker die de toon zette. Luister maar naar een fragmentje uit Stormy Monday Blues van T-Bone Walker, voor het eerst opgenomen in 1947. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Yes, they call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Geen muziek meer voor Sonhouse. Voorlopig althans, maar van romances was hij nog steeds niet bang. Deze keer knoopte hij heel intieme banden aan met ene Louise McGee. En dat meisje viel een hele eer te beurt toen Sonhouse in 1965 na zijn herontdekking een liedje over haar schreef. If you see a little girl, her name Louise McGee, you know, please do me a favor, shake her little hand for me. Maar ook die relatie was weer tijdelijk en ook nadien keerde Sonhouse terug naar zijn zeer geduldige en tolerante echtgenote, het moet gezegd worden, Evie Goff. En dat is de dame waarbij hij verbleef toen hij in 1964 herontdekt werd. Maar vooraleer ik dat verhaal vertel, moet ik nog vertellen over een andere periode waarbij Sonhouse en zijn vrouw gescheiden werden. Want in 1955 belandde Sonhouse nog maar eens in de gevangenis. Sonhouse was toen alweer aan het werk op een boerderij. Hij werkte op Long Island in een boerderij waar aardappelen werden gerooid, gesorteerd en verpakt voor een afzetmarkt in New York. De sfeer op de werkboerderij was al even grimmig als het leven van de sharecroppers in het zuiden. Maar deze keer werd de plantage niet beheerd door een witte plantagemeester, maar door een grote coöperatieve die uit was op woekerwinsten op de rug van de zwarte arbeiders. Je kan het al raden, de arbeiders uit het diepe zuiden werden in bussen naar de plantage gebracht en aan het werk gezet. En van hun schame loon werden eerst nog de onkosten afgetrokken voor de armtierige huisvesting. Op een dag in oktober 1955 drong een man de blokhut van Sonhouse binnen. De indringer vroeg heel agressief naar geld. En toen Sonhouse vertelde dat hij geen geld had, zei de man, ik ga het zelf wel zoeken. De man begon willekeurig te rommelen in de spullen van Sonhouse en Sonhouse die liet zich natuurlijk niet doen. Hij nam een keukenmes en hij stak de man neer, recht in het hart. En kort nadien overleed de inbreker. Sonhouse die meldde zich daarop spontaan bij de politie en hij werd gearresteerd. Hij verdween weer achter de tralies, maar gelukkig, na 9 dagen werd hij nu vrijgesproken. De jury geloofde deze keer het argument van zelfverdediging. Nee, over deze dramatische gebeurtenis zou Sonhouse nooit een nummer zingen. House probeerde nu echt wel komaf te maken met zijn verleden. Hij keerde zich volledig af van de muziek, van de blues. Maar daar zou de muze van de blues in de jaren 60 toch weer een stokje voor steken.
1964. Sonhaus werd opgevist door enkele jonge bluesliefhebbers. Na lange zoektocht van New York tot Memphis tot in het diepe zuiden, langs de desolate plantages van de Mississippi Delta, tot uiteindelijk in het noorden, in Rochester, nabij New York. Maar voor die geschiedenis moeten we nog enkele jaren terug in de tijd, namelijk 1962. Het jaar waarin het legendarische album Really the Country Blues werd uitgebracht. Een nieuwe generatie witte jongeren had zich toegelegd op de folkmuziek en dankzij het compilatiealbum Really the Country Blues luisterden ze ook naar twee nummers van de voor hen onbekende bluesgitarist Sonhaus. Die nummers dat waren My Black Mama Part 1 en Part 2. De opnames die gemaakt werden bij Alan Lomax voor de Library of Congress in 41 en 42. In 1962 werd ook de muzikale erfenis van Robert Johnson op plaat gezet door Columbia Records. En bij de notas van dat album stond de naam van Sonhaus genoteerd als de man die een belangrijke invloed had gehad op Robert Johnson. En Sonhaus zelf die had op dat ogenblik geen flauw benul van het feit dat zijn naam in blues- en folkkringen weer was opgerakeld. En in 1963 verscheen ook nog eens het album Sonhaus en G.D. Short, Blues from the Mississippi Delta, met daarop een bootleg van de opnames die Alan Lomax in 1941 had gemaakt. Uit dit album laat ik je heel graag luisteren naar een fragment uit Sun Going Down. En zo kwam de muziek van Sonhaus tot in de oren van de folkliefhebbers van de jaren 60. Maar toen die eerste albums verschenen, gingen de folkies ervan uit dat de krakende bluesmannen die ze op plaat hoorden al lang dood moesten zijn. Tot in 1963 bij verrassing Mississippi John Hurt werd herontdekt. En toen raakte een hele generatie jongeren in vuur en vlam en in de ban van de grootheden van de blues. De interesse was zelfs zo groot dat meerdere avonturiers ook daadwerkelijk naar de Mississippi Delta trokken op zoek naar die oude bluesmannen. En zo kom ik bij het verhaal van Nick Pearls, Dick Waterman en Phil Spiro. Nick, Dick en Phil waren drie vrienden van Al Wilson. Ha, je weet wel, dat is de intussen legendarische zanger van Canned Heat. En die Al Wilson die had van bluesman Bucky White te horen gekregen dat ook Sonhaus nog in leven was. En het viertal raakte in de ban. Dick Waterman was een sportjournalist. Maar in de marge schreef hij ook artikels over folkmuziek. Hij had trouwens zelf al een paar optredens georganiseerd met op het podium niemand minder dan Mississippi John Hurt en Bucky White. Phil Spiro die werkte bij een bedrijf dat optische camera's ontwierp voor de CIA,
Maar ook hij organiseerde in zijn tijd, in zijn vrije tijd, wel eens een optredetje. En Nick Pearls, dat was gewoon een rijke luiszoontje met twee passies, de blues en marihuana. Maar Nick Pearls bezat een tape recorder en een auto, een handig rood kevertje. De drie mannen hadden dus een gemeenschappelijke interesse, de blues, en op een dag in 1963 reden ze met het kevertje van Nick Pearls naar het zuiden, net zoals Alan Lomax 20 jaar voordien had gedaan, met een bandopnemer op de achterbank van de wagen. Ja, Alan Wilson die had er natuurlijk heel graag bij geweest, maar hij had op dat ogenblik al contractuele verplichtingen als muzikant. Al Wilson kon dus niet mee op avonturentocht. Een avonturentocht was het echt wel degelijk. Een gewaagde tocht ook. We mogen immers niet vergeten, dit was de zogenaamde Freedom Summer van 1963. Een mooie naam voor een gevaarlijk hete zomer in het zuiden van de Verenigde Staten. De burgerrechtenbeweging was op dat ogenblik heel actief aan het ijveren voor stemrecht voor zwarten. En dat lokte weerstand uit. De Ku Klux Klan ging er regelrecht tegenin en enkele burgerrechtenactivisten werden koudweg vermoord. De raciale spanningen liepen heel hoog op. Het drietal vertrok dus voor een spannende tocht met de strategie om in de dorpen op zoek te gaan naar bluesmuzikanten. Maar de sfeer die ze onderweg ontmoetten was op zijn zachtst gezegd heel vijandig. Wanneer ze informeerden naar een zwarte, werden ze er meteen van verdacht zwarte te willen registreren om te gaan stemmen. En wanneer ze vertelden dat ze op zoek waren naar een zwarte muzikant, kregen ze het antwoord "What you want that nigger music for?" In de Mississippi Delta ontmoetten ze de veelzijdige blueszanger Robert Wilkins. Robert Wilkins die was 68 jaar en hij had de nummers Rolling Stone en That's No Way to Get Along op zijn palmarès staan. I'm going home, bring that out, and tell my mama. Friend, sit down, tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. I'm going home, sit down and tell my mom. Cause there's no way for me to get along. Maar Robert Wilkins was in 1936 gestopt met de blues. Je kan het al raden, ook hij had zich bekeerd. Hij was dominee geworden nadat tijdens een van zijn optredens een man werd vermoord. Maar tijdens de folk revival ging ook Robert Wilkins opnieuw toeren. En om toch een beetje bij de gospelles te blijven, hij vormde zijn nummer That's No Way to Get Along om tot The Spiritual Prodigal Son. Out at Parker Sun, left home by himself, home by himself. Out at Parker Sun, left home by himself. Parker Sun, left home by himself. And that's the way for me to get along. And the last word, I might not hurt him, said, might not hurt him, said. And the last word I might not hurt him, said. Last word I might not hurt him, said. En ja, dit nummer klinkt je misschien bekend in de oren. De Rolling Stones pikten de song om het aan het eind van de jaren 60 zonder scrupules toe te voegen aan hun eigen repertoire. Well, poor boys who sliced bread started down the road, started down the road. All he had started down the road. Going out in this world, well, God only knows. And that'll be the way to get along. Well, poor boy, all he had, family come in the land.
Maar we waren dus op zoek naar Sonhouse. En Robert Wilkins die had Sonhouse gekend in de jaren 30 en hij bood het drietal aan om mee op zoek te gaan. Zo liepen ze ook nog Fiddlin' Joe Martin tegen het lijf, dat is een violist die in de jaren 30 en bij de opnames voor Ellen Lomax in 1941 had samengespeeld met Sonhouse. Maar helaas, geen Sonhouse. De tip die ze hadden gekregen van Bukka White, die bleek gewoon niet juist te zijn. En toen ze uiteindelijk het adres van Sonhouse in handen kregen, bleek dat hun kweeste en hun idool veel dichter bij huis woonden dan ze konden dromen. Sonhouse verbleef intussen in het noorden van de Verenigde Staten, in Rochester, nabij New York. Uiteindelijk werd Sonhouse dus door Nick Pearls, Dick Waterman en Phil Spiro aangetroffen in Rochester, nabij New York. En na een informele babbel lieten de drie jonge mannen hem al gauw gitaar spelen. Wat niet van een leien dakje verdiep. Sonhouse maakte een heel nerveuze indruk en hij gaf aan dat hij reeds langere tijd zich uit de muziekbusiness had teruggetrokken. Sonhouse was zich zelfs in het geheel niet bewust van het feit dat zijn oude opnames in de jaren 60 zoveel opnieuw aandacht hadden gekregen. En meer nog, de mentor van Robert Johnson en Muddy Waters, de man die samen had gespeeld met Charlie Patton, de rauwe blueszanger, was intussen 69 geworden. Hij kampte met een alcoholprobleem en had verleerd hoe hij de gitaar moest hanteren. 18 jaar, om precies te zijn. 18 jaar lang had Sonhouse zijn gitaar niet meer in handen gehad. Maar goed, na wat oefenen wist hij toch een versie van Trouble Blues te reproduceren. Zo'n traag, slepend nummer. Hey, dat is toch heerlijk? Trouble Blues verscheen in 1971 op het album The Real Delta Blues, met als subtitel 40 Songs from the Man Who Taught Robert Johnson. Twee weken nadat Pearls en Waterman bij Sonhouse hadden aangeklopt, schreef een jonge journaliste al een artikel in de krant. Hunt for Blues Singer in the 30s Ends in the City. En daarbij een foto van Sonhouse met een gitaar op de schoot. Een geleende gitaar op dat ogenblik. En in dat artikel verklaart Sonhouse dat hij zijn best zou doen om opnieuw de muziek van zijn jonge jaren op te pikken en naar buiten te brengen. De bluesmuziek. Een muziekgenre dat op dat ogenblik door de witte lezers van de krant werd beschouwd als onbekend en exotisch. Voor Sonhouse was dit waarschijnlijk een gigantische mijlpaal in zijn leven. Zoveel jaar nadat hij zich had afgekeerd van de muziek, komen er plots drie witte jongeren aan zijn deur, daarna een journaliste en vanuit de grote massa de vraag of hij opnieuw wil gaan optreden. En zo waren de drie ontdekkingsreizigers dus heel gelukkig. Sonhouse was herontdekt. Ze keerden tevreden terug naar huis en Dick Waterman die spoedde zich om Sonhouse toe te voegen aan het programma van het Newport Folk Festival van juli 1964. Newport Folk was op dat ogenblik het grootste folkfestival en op de affiches stonden reeds grote namen van oude blueskrakers zoals Mississippi John Hurt, Skip James, Sleepy John Estes, Mississippi Fred McDowell en Reverend Robert Wilkins. Het Newport Folk Festival was een plaats waar twee werelden elkaar ontmoeten. De wereld van de Mississippi Delta van weleer en de wereld van de witte jongeren uit de jaren 70.
Maar in het geval van Sonhouse bleek het toch niet zo gemakkelijk om hem terug op het podium te krijgen. Ik vertelde het al, Sonhouse dronk veel alcohol, hij beefde en herinnerde zich nagenoeg zijn eigen repertoire niet meer. Toen ze aankwamen in Newport, liepen ze Alan Lomax nog tegen het lijf. En Lomax die vroeg heel spontaan aan Sonhouse of hij nog in Rochester woonde. En daardoor was Dick Waterman flink verontwaardigd. Het drietal had zowat het hele zuiden van de Verenigde Staten afgezocht, terwijl een volkkenner in de buurt wist waar Sonhouse woonde. Waarom had Alan Lomax dat niet aan de wereld verteld? Maar later zou blijken dat Alan Lomax andere zorgen aan zijn hoofd had. Ik vertel er sowieso in een latere aflevering nog over. Tot overmaat van ramp kreeg Sonhouse de eerste avond van het festival te kampen met hevige buikpijn. Hij belandde op de spoedopname en hij zag zijn podiumkansen aan zijn neus voorbij gaan. En wat later maakte hij voor een publiek in Cambridge een heel povere indruk, terwijl hij de hele tijd teksten uit de Bijbel mompelde. De predikant in Sonhouse was duidelijk nog niet het zwijgen opgelegd. Maar de jonge bluesenthousiastelingen die gaven het nog niet op. Dick Waterman besloot om Sonhouse sociaal en financieel te begeleiden en Al Wilson die ging aan de slag door elke dag samen met hem te oefenen. Al Wilson kende als grote fan het vooroorlogse repertoire van Sonhouse noot voor noot van buiten en nu leerde hij zelf aan Sonhouse hoe hij moest spelen als Sonhouse. En het lukte. In de vertroebelde geest van Sonhouse keerden de herinneringen terug en stap voor stap rakelde hij al zijn oude nummers weer op uit zijn geheugen. Na een paar weken kon Sonhouse opnieuw Preaching the Blues en My Black Mama spelen en zingen. Het laatste nummer was nu omgedoopt tot Dead Letter Blues. Had het aan Sonhouse gevraagd, dan had hij waarschijnlijk andere nummers gespeeld. Maar de folkgeneratie die wou expliciet de oude, onbezoedelde bluesnummers opnieuw tot leven brengen. Sonhouse had geen keuze. Ook niet toen hij in de gitaarshop een rode elektrische gitaar wou kopen. Hij was moreel verplicht om de blinkende resonator mee naar huis te nemen. Hij vond de gitaar maar junk. En Sonhouse werd dus in een keurslijf gestopt. Maar anderzijds, de muziek van Sonhouse was sowieso al bezoedeld door de drank en door de stof van de tijd. En zonder Al Wilson zou Sonhouse nooit tot een hernieuwd repertoire gekomen zijn. Vergelijken we even met Lonnie Johnson. Hij was in de jaren 20 een begenadigd zanger en de voortrekker van de gitaarsolo. Lonnie Johnson maakte tussen 1925 en 1930 maar liefst 130 opnames. En toch werd hij door de folkgeneratie uitgespuwd. Lonnie Johnson was blijven musiceren en hij had zich aangepast aan de tijd en hij speelde nu elektrisch, met onder meer nummers als I Left My Heart in San Francisco. Bezoedeld door de moderne tijd, dat is wat de folkgeneratie erover dacht. En ook toen Muddy Waters in 1958 naar Engeland trok, was zijn publiek diep verontwaardigd omdat Muddy op een elektrische Fender-gitaar speelde. Muddy speelde al meer dan 10 jaar elektrisch. Hij had mee de fundamenten van de elektrische blues gelegd, maar het publiek wou akoestische folkmuziek. En oh paradox, toen Muddy Waters een paar jaar later terugkeerde naar Engeland en deze keer wel akoestisch speelde, was zijn publiek opnieuw verontwaardigd. Intussen waren de jongeren al helemaal ondergedompeld in de elektrische blues. En Muddy Waters die begreep er niks van. Ik laat je graag luisteren naar een fragmentje uit het nummer Rolling Stone van Muddy Waters live in Manchester in 1958. Well, my mother, she told my just before I was born, you got a boy child coming, gonna be a rolling stone, showing up a rolling stone, showing up a rolling stone. Oh Lord, showing up he gone. Oh well.
Sonnehaus was dus gedoemd om zijn oude repertoire van onder het stof te halen. En het oefenen met Al Wilson wierp zijn vruchten af. Kort nadien werd in 1967 het album Father of the Folk Blues uitgegeven, later hernoemd tot Father of the Delta Blues. En uit dat album laat ik je luisteren naar een fragmentje uit Pearline. Waterman had zich intussen opgeworpen tot de manager van Sonnehaus en Sonnehaus begon weer live te spelen. En Al Wilson die zorgde tijdens die optredens en ook tijdens de opnames die volgden als backing op gitaar. En ook dat vond het volkpubliek uiteraard niet correct. Ze waren van mening dat daardoor de oude blues bezoedeld werd met moderne invloeden. En ook voor Dick Waterman was het niet gemakkelijk. Als verslaafde alcoholist beefde Sonnehaus wanneer hij te weinig had gedronken en was er drank in de buurt, dan eindigde hij al gauw knock-out. Dick Waterman moest dus continu op hem babysitten en hem kleine beetjes alcohol aanleveren. En als Dick Waterman niet in de buurt was, dan liet hij iemand anders babysitten. En Nick Pearls die was intussen zijn eigen platenlabel gestart. Hij had het label Belzonia genoemd, refererend naar de openingszin van Charlie Patton's nummer High Sheriff Blues uit 1934. Ain't no use of screaming and crying. It's not where we'll take you. Back to Belzonia, still I fly. De jonge bluesliefhebbers die deden dus de winkel draaien. En voor de oude blueskrakers werden vervlogen tijden opgerakeld. Op 20 mei 1965 werden de Rolling Stones gevraagd voor een televisieoptreden in het programma Shindig. En op hun uitdrukkelijke vraag werd ook Howling Wolf uitgenodigd. En in het publiek zat Sonnehaus en de beide bluesmannen die groeten elkaar heel hartelijk. Tot grote verwondering van Brian Jones, die bij Dick Waterman ging informeren wie die slanke zwarte was waarmee Howling Wolf zo amicaal meebabbelde. En 2 maanden later, op 17 juni 1965, speelde Sonnehaus in de Carnegie Hall. Het was een heel grote eer voor hem. En daar liep hij Muddy Waters tegen het lijf. Een van de tourmannen van Muddy Waters die spotte met het grappige loopje van Sonnehaus. Maar Muddy die zette zijn rug schrap en hij zette de man onmiddellijk op zijn plaats door te stellen dat zonder die man, zonder Sonnehaus, de tourmuzikant van Muddy Waters geen job zou hebben. Laat staan, zonder Sonnehaus zou zelfs Muddy Waters geen job als artiest hebben. Want Sonnehaus, in die jonge tijd, Sonnehaus was king. Een maand later keerde Sonnehaus terug naar Newport Folk Festival. En deze keer kon hij er wel optreden. 1964, dat was het jaar dat Bob Dylan elektrisch ging. En Sonnehaus zag die avond Ellen Lomax vechten in het stof met Albert Grossman, want Ellen Lomax had gewaagd om Bob Dylan op een heel negatieve manier aan te kondigen. Van het optreden op Newport Folk Festival in 1965 werden Dead Letter Blues en Sundown Blues op plaats bewaard. Sundown Blues werd ook Sons Blues genoemd en ik laat je even naar een fragmentje van die avond luisteren. Yeah, I love anybody.
sometime when I didn't love you. You know, it didn't look like it was satisfaction. Oh, I didn't care what in this whole world you did. Love will hide all fault. Will make you do things you don't want to do. Hide all fault. Oh, make you do things you don't want to do. I say, you know, love sometime will leave you feeling so sad. Rollende, kreunende en snurkende Sonhouse. Van dit optreden bestaat ook videomateriaal en dat is echt de moeite om te bekijken. Dus, ik nodig je heel graag uit om Into the Soul of the Blues te volgen op Facebook of Instagram. In de winter van 1965 trok Waterman met Sonhouse naar New York om er John Hammond te ontmoeten. Hammond had altijd graag Robert Johnson onder contract gehad en nu was hij heel blij dat Sonhouse zich aanmeldde. Nadat het contract was getekend, toastte Sonhouse met de woorden op Robert Johnson zijn dood. En zo sleepte Sonhouse een contract in de wacht bij Columbia Records, het grootste en meest prestigieuze platenlabel van die tijd. En hij ontving $1000 voorschot. Ja, Columbia Records, dat was niet min. Bob Dylan, The Byrds, Barbara Streisand, allemaal hadden ze er een contract. En John Hammond die had samengewerkt met Bessie Smith, met Big Bill Broonzy en met andere grootheden. Voor de opnames van Sonhouse voor Columbia Records creëerde men de sfeer van een kleine club. Maar sowieso zat er heel veel volk in het publiek. En Sonhouse speelde 21 nummers voor Columbia. In Dead Letter Blues was nog steeds de woede van weleer te horen. Oh, I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, and I said, I took her down the road. I said, but when I got there, she's laying on the cooling board. Well, I walked her right close, looked down in her face. It's a good old gal gonna be the judgment day. I walked her right close, I said, I looked down in her face. I said, a good old girl gonna lay in the judgment day. Het zachte Purline en het nummer over Louise McGee liet ik je al eerder beluisteren. En ook John the Revelator stond op de setlist. Sonhouse zong het nummer heel vaak a cappella tijdens zijn optredens. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Well, who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer
because he's naked and ashamed. Empire State Express is een nummer dat Sonnenhaus schreef in de periode dat hij nog bij de spoorwegen werkte. Het is een song vol floating lyrics en je hoort Al Wilson op de tweede gitaar. I went down to the station. I say I leaned up against the door. Yes, I went down to the station. And he never guessed the door. You know I know that Empire State. Anytime I hear a blow, then I ask the depot, let me ride the blind, oh depot agent. Please let me ride the blind. He said I wouldn't mind his son, but this Empire State ain't mine. En dan speelde Sonhouse ook nog een van mijn favoriete nummers, Grinning in Your Face. Bizar vocaal en muzikaal heel onregelmatig. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you. Your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Yes, but bear who this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't you mind people grinning in your face. Don't you mind people grinning in your face. Bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Your mother will talk about you, your own sisters and your brothers too. They just don't care how you're trying to live. They talk about you still. But bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Grinning in Your Face werd in Blues Club Mississippi heel vaak gebracht door Simon Raman. En hij zette het samen met de Mississippi All-Stars als een sterke emotionele cover op plaat in 2020. Don't you mind people grinning in your face. Don't you mind people grinning in your face. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grin in your face. Levy Camp Moon draagt de gekende thema's van Sonhouse. En in deze opname hoor je Al Wilson op mondharmonica. You know I had a job on a levy. I had a good looking woman lived in Hughes. Job on the levee. I had a good looking woman, she lived in here. You know, that pretty little thing, she kept me with the governor fleet blues.
De dag na de Columbia Recordings speelde Sonhouse alweer live in het Oberlin College en ook van dat optreden bestaat een live registratie uitgebracht in 1981. Maar de Columbia Recordings waren de laatste studio-opnames van Sonhouse. Dick Waterman die had als manager intussen ook Mississippi John Hurt, Pukka White, Sleepy John Estes en Skip James aan boord. En dankzij Dick Waterman verdiende Sonhouse gestaag meer en meer geld. Al verdiende Mississippi John Hurt met zijn zachte karakter en zijn verfijnde muziek toch net iets meer. Sonhouse speelde nu ook voornamelijk voor witte mensen. En dat was voor hem heel erg schokkend. De zwarten die gingen steeds aan het dansen en het ging er in de juke joints wel heel wild en luidruchtig aan toe. En nu zaten er witte mannen en vrouwen, jongens en meisjes, heel stil op hun stoeltje en ze staarden naar hem. Voor Sonhouse moet dat heel oncomfortabel gevoeld hebben. Maar toch, Sonhouse was gewoonweg één met zijn muziek. Hij stemde zijn gitaar en, al bleef die een beetje uit de toon klinken, het deerde hem niet. Sonhouse richtte zijn blik naar boven en wanneer hij begon te spelen, leek het alsof zijn ogen achter zijn oogleden verdwenen. Enkel het wit van zijn ogen was nog zichtbaar. Sonhouse verdween dus niet alleen met zijn geest, maar ook met zijn lichaam in de muziek die hij bracht. En wat een diepe, emotionele kracht kwam daaruit voort. Zijn opnames waren prachtig. En toch had Sonhouse geen sterallures. Hij zou trouwens steeds bereid geweest zijn om de gitaar die hij bezat te verpachten voor een krat sterke drank. Ook in 1966 speelde Sonhouse op het Newport Folk Festival en deze keer bracht hij een spiritual samen met zijn echtgenote Evie Goff. Datzelfde jaar had Ellen Lomax de idee om tijdens het festival een shack in te richten, zo'n oude juke joint, om er de oude bluesmannen in te laten optreden. Skip James, Pukka White, Howling Wolf, Sonhouse. De beelden van die avond zijn heel fijn om te zien. En dat er in de nagemaakte juke joint ook een goed gevulde koelkast stond, dat was te merken aan de performance van Sonhouse. Wanneer Howling Wolf op het podium komt, wordt hij door een dronken Sonhouse onderbroken. Maar Howling Wolf wijst hem amicaal terecht. Anytime you thinking evil, you thinking about the blues. See, if you getting everything you possess and don't need nothing, you don't have no right to worry about nothing. But when you ain't got nothing, then you got to worry about something. And that's why the blues come in. And Lord, first thing you say, you know, I don't have this. And I don't have that. And you look over there at these other people, and they got this and got that. Then in your heart, you feel like that you ain't nobody. You got the blues. See, this man got the blues right there.
See, that's why the blues come from. Because he done drunk up all of his. And he would. I'm telling you like it's here. Of course, my man. You know the problems. Well, I was broke when I was born. That's the reason I'm howling. Well, you see, you had a chance with your life, but you ain't done nothing with it. See, and you got to have the blues. We ain't talking about the women. We're talking about the life of a human being, how they live. See, now you don't love but one thing, and that's some whiskey. En daarna begon Howling Wolf met al zijn kracht te zingen. Got a lazy woman, and you have to come in and tell her, say, baby, why don't you sweep up the house? And she'll jump up and tell you, sweep it up yourself. I'm gonna get up in the morning, I believe I dust my broom. I'm gonna get up in the morning, I believe I dust my broom. I'm quitting the gal I'm loving while my friends can have my room. Ik zei het al, de beelden van Newport Folk uit 1966 zijn heel fijn om naar te kijken. Ik toon ze zeker op mijn sociale media. In 1967 toert House door Europa, samen met het American Folk and Blues Festival. En ook Bucca White en Skip James zijn present, samen met jongere artiesten Hound Dog Taylor, Coco Taylor en Little Walter. En wanneer Sunhouse op het podium stapt, zijn alle verwachtingen torenhoog. Hij beeft aan zijn handen. Maar eens hij begint te spelen, is hij heel accuraat en maakt hij een diepe indruk. En in 1968 kwam Sunhouse op de nationale televisie, begeleid door Buddy Guy. In november 1969 kwam Sunhouse opnieuw op de televisie, überhaupt een dag nadat hij was geopereerd. Eerst kijkt hij een beetje wantrouwig onder de lampen door naar het publiek en je voelt dat hij zich oncomfortabel voelt. Dead Letter Blues, John the Revelator en daarna een break. Al Wilson had hem daar al een tijdje voordien proberen van af te brengen, maar het was hem niet gelukt. En uiteindelijk maakte het spreken stevast deel uit van de performance van Sunhouse. De blues, de duivel en het geloof. En daarna zong hij een spiritual. Deze keer, I want to live so God can use me. Yes, I want to sing so that God can use me. Anywhere or anytime. I want to sing so that God can use me. Yes, anywhere, yes, anytime. You know I want to pray so that God can use me. Anywhere, yes, anytime. Yes, I want to pray so God can use me, yes, anywhere, oh, anytime. Hey, van Preaching the Blues heb ik nog een heel inspirerende, intrigerende versie van Ian Siegel.
Ian Siegel is een beetje het buitenbeentje van de Britse blues. En ik heb het geluk gehad van hem al meermaals live aan het werk te zien in Bluesclub Mississippi in Gent. En Ian Siegel heeft in zijn performance iets arrogant, als ik dat mag zeggen, maar het raakt me, het komt binnen. En in zijn versie van Preaching the Blues vertelt hij hoe hij op zondagochtend na een biertje bij zijn ontbijt smacht naar nog meer alcohol, maar alle winkels en restaurants zijn natuurlijk gesloten en de enige plaats waar hij nog wijn kan vinden is in de kerk. En gelukkig voor hem, de pastoor heeft eenzelfde drang en ze vinden elkaar. Preaching the Blues, waarin hij naadloos overgaat naar You've got to live so God can use you. I said, Reverend, whatever they call you, it's Sunday morning, all the bars are closed, all the restaurants are closed, and I hear you got some red wine stashed at the back. And he started to laugh. He said, come back here, son. And we started drinking that red wine and singing. Yeah. Do you got to live so God can use you anywhere now, anytime? You got to live so God can use you anywhere now, anytime. Zonnehouse werd een icoon en aan zijn deur kwamen pelgrims die met hem wouden praten over Robert Johnson of die van hem gitaarliks wouden leren. En op zijn beurt ontmoette Sonhouse ook nieuw opkomend talent. Taj Mahal, Stephen Grossman, Rory Block, Bonnie Raitt. Maar Sonhouse bleef er gelaten bij. Hij hoopte vooral alcohol te scoren bij zijn fans. En de duivel van de drank moest hem op een dag toch nog eens in de problemen brengen. In januari 1970 viel Sonhouse stomdronken neer in de sneeuw. En pas na uren werd hij gevonden. Hij had ernstige vrieswonden aan de handen opgelopen. En amper een week later stonden Delany en Bonnie en Friends op het programma van het Fillmore East Festival. En niemand minder dan Eric Clapton, de gitaargod, was bevriend geraakt met Delany en Bonnie. En hij mocht mee op het podium. En de groep keek er naar uit om ook Sonhouse op het podium te brengen. Maar helaas, door zijn ongeluk moest hij verstek geven. Hey, stel je voor dat Sonhouse er die avond bij was geweest? Het zou een ongezien concert geweest zijn, waarbij horden fans van Eric Clapton kennis zouden maken met de father of the Delta Blues, Sonhouse. Niet dus. Maar in juni stond Sonhouse wel weer op de planken. Your last chance to see Son, zo kopte men. En Sonhouse stond er opnieuw. Deze keer met een kromme vinger, maar gelukkig nog steeds met een heel krachtige stem. En hij kreeg een staande ovatie. Van een optreden in juli in de 100 Club werden ook opnames gemaakt. En dankzij de bindteksten van Sonhouse werd het album een conceptalbum. In opvolging van de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dit album heette Sonhouse John the Revelator. Maar zo kwam hij ook aan zijn laatste optredens. Sonhouse werd meer en meer verward. Hij scheerde plots zijn wenkbrauwen. Hij leed aan dementie. Tot op oudere leeftijd zong hij wel met een krachtige stem en speelde hij met een eenvoudige, zuivere slide. Hij bracht Negro spirituals met een beangstigende intensiteit. Hij liet zijn snaren knallen tegen de nek van zijn gitaar, hij kreunde als een ware holler en hij predikte zijn blues met een donderende stem. Een stem die wonderwel nooit te lijden had onder zijn rookgedrag. Maar House deterioreerde en in 1976 nam Ivy Goff hem mee naar Detroit, waar zij hem samen met haar kinderen verpleegde. 12 jaar lang leefde hij nog. Hij werd mentaal slechter, maar de pelgrims die bleven komen. Eén allerlaatste journalist kwam nog langs voor een interview, maar Sonhouse nam zijn gitaar en zijn vingers raakten klem tussen de snaren en de nek. Hij leefde nog tot in 1988 toen hij stierf aan keelkanker. Roken en alcohol waren de oorzaak.
Robert Johnson, Muddy Waters, Howling Wolf, Al Wilson, ze waren op dat ogenblik allemaal al dood. Op zijn graf staat geschreven Eddie James Sunhouse Jr., Father of the Blues. So loud, so nice and plain. Yeah. Voilà, lieve luisteraars, dit was een heel lange aflevering met, hoop ik toch, een boeiend verhaal over een blueslegende, Mr. Eddie James Sunhouse. Ik hoop dat jullie er volgende keer weer bij zijn. Weet dat je terecht kan op mijn sociale media, playlists van de muziek op Spotify, filmpjes op Facebook en Instagram. En dan zeg ik weer dankjewel en tot de volgende keer. Dag!